Zijn we er? Oh. Ik weet het nog niet. Maar we moeten even Ja, kijken hoor. ik weet niet, hij is nog niet aan. Tenminste, ik krijg nog geen melding. Oh, volgens mij krijg ik nu zojuist een melding op. Oh nee. Nee. Even kijken. Oh ja, maar volgens mij ja, jawel. Ja, Ja, jawel. Ja, we zijn live. we zijn We live zijn hoor. live. Ja. Zo. Ja. Nou, we zijn. Fijn hoor. Heerlijk. Hey. Ja, doen we. Volgens mij zit Jennifer al gelijk in de. Even kijken hoor. Ja, Ik probeer. Jennifer, die zit wel in de chat. Ik probeer mijn stream te. Ik Kijk. ben hem aan het bekijken. Ik zie mezelf, maar ik zie jou niet, Damien. Zie mij niet? Nee, ik zie zeg maar mezelf, zie ik in het hoekje. Maar ik zie jou niet. Ik zag jou net, maar nou niet meer. Nou, ik ben even ook aan het clearen hier. Ik probeer het op mijn kanaal of op mijn iPad tevoorschijn te halen, maar ik krijg het. Oh, wacht even, daar is het. Nee, inderdaad, wacht even. Nee, dat weet ik hoe dat komt. Het is waarschijnlijk gewoon omdat ik deze even hier moet zetten. Zo, daar ben ik. Kijk zo, hallo. Zoet Hallo, we springen. zijn er. Zoet springen nu. Ja, daar ben ik. Hallo, beste mensen. Kijk, even mijn spelletje opstarten trouwens. Ja, ik zal wachten tot jij mij een invite stuurt. Dat is makkelijker. Dat het. Invite. Even domme. Hoe Oké. doe ik Nou. ook alweer iets in mijn winkelmandje? Nee, in mijn Winkelmandje. verlanglijstje. Je verlanglijstje. Nou, hij staat er niet bij, gek genoeg. Ja, fuck it, doe gewoon in mijn winkelmandje. Dat is zo makkelijk. Zie jou ietsje omlaag, want ik zie dat jij. Even kijken. U heeft mij Nee hoor, een nee. berichtje gestuurd. Nee hoor, even niet. Ja, ik ben een beetje met. Een soort witte streep onder je, dat wil ik niet. Wat, bij jou? Nou maar zo, ik denk dat het zo op zich aardig is. Waar is mijn Ja, berichtje? jawel, kijk. Webcam proporties kloppen niet. Ja, nee, ik vind jou een beetje laag zo. Bij mij. Ja, zo, dat is wel fijn eigenlijk. Zo ja. Ja, Net maar niet dat. zo. Wacht hier, kijk, nu ben ik hem weer aan verplaatst. Maar dan heb jij een heel klein wittig streepje onder je webcam. Kan ik heel slecht Ja, dat is tegen. kut. Dat is Ja, kut. Ja, dacht ik ik al. snap Dan kan ik ook het. slechter. Maar dan zie. Ja, dan. Nee, ik wil geen nieuws voor Steam. Ah, ik krijg de Oh, tering. nou, nu heb ik je perfect. Oh, dat. Nou, ik ga even Escape Simulator gewoon zo opstarten en dan via een andere manier, want hij deed weer moeilijk. Even kijken hoor. Jennifer zit al in de chat volgens mij. Maar dan moet ik even de chat erbij halen. Ja, daar is ze. Ja, Jennifer Oh! stuurde een paar berichtjes. Ja, ik zie even kijken. Het duurt lang. Hey, wat leuk jullie kopjes erbij. Ja, leuk hè? Even kijken. Kun je mij nog een invite sturen? Nee. Ja, God, tuurlijk. Ja. nee. Nee, ja, beste mensen, we zijn er vroeg bij. Als Oh, in damn. voor de Halloween. Want dat is natuurlijk volgende week. Even uit mijn hoofd. Volgende week. Zaterdag, zondag, vrijdag. Is het pas Halloween? Maar wij dachten. Wij gaan er alvast even lekker vroeg bij. Met de verkleedpartij. Zo. Want Ja. voor hetzelfde geld gaat volgende week niet door of zo. Weet ik veel. Maar dan zijn we er in Ja, ieder dat kan geval. altijd wel iets zijn. Ja. Dom. Dus. Anders dan ik had beloofd, ik zou eigenlijk in mijn vleermuizenpak gaan, maar het regende tyfushard heel de dag. Dus nu ben ik U ziet. Stitch. Stitch. Gauw. Nog anderhalf week, zegt Jennifer inderdaad. Op een dinsdag? Oh, op een dinsdag. Nou ja. En nou ja, wat ben ik? Mezelf. Ja, ik ben Damon gewoon is niet eigenlijk gekleed. mezelf. Nee, ik ben gewoon eigenlijk mezelf wat. Nou ja, goed. Ja, wat nog wat zwarter dan ik normaal ben. Dus, en mijn pruikje opgezet. En een prachtig mooie paardenstaart. Wij gaan lekker door. En wij hadden voor idee voor level. De Ja, graveyard. het Santa's Workshop. Nee. Nee, ja, Santa's Workshop, daar zijn we voor geleefd. Nee, Ja, waarom? Hij doet ook leuk met kerst. met kerst, ja, maar ik heb niet echt kerstkleren. Ja, gewoon een Zal kerstmuts, joh. ik gewoon weer zo bij gaan zitten? Ja, maar dan met een kerstmuts. Ja, Nee. dan moet ik even een kerstmuts kopen. Heb jij geen kerstmuts? Ik krijg geen kerstmuts. Een zwarte kerstmuts. Oeh, dat is wel een goeie. Een Dat is wel leuk. depressieve kerstmuts. Ja, hou ik van. Ja.
Ja, ik zit op jou te wachten. Tenminste, er staat joining. Ja, dan gaan wij gaan van start. Weet je wat nu wel het nadeel is, Damien? Nee. Want ik weet niet of jij altijd te zien... Jij bent normaal nooit te zien in de hoek, toch? Of wel? Nee. Als wij dit spelen. Nee. Ja, dan gaan ze dus wel kunnen zien hoeveel pils we eigenlijk drinken tijdens een stream. Hey, je bent een spookje. Een spookje? Een spookje. Hé, je hebt ook een spookje. Ik ga even mijn... Wacht even hoor. Nou. De tijd. Ja, de tijd loopt natuurlijk wel. Oh ja, hij hoort me nu niet. Ja, ik... Ja, even dat ding groter. Dit zit zo strak om mijn hoofd. Dus hij is nou groter. Ja, top. We hebben hier 30 minuten voor. Het is al mistig hier, spook. Ja, ik weet niet wat ze hier uitgespookt hebben, maar... Ja. Had ik echt een grafstemming. Ja. Ja. Echt een dode nou, boel hier. Echt een dode... Nou, je bent lekker op Dave. sorry. Jennifer, trouwens, als je iets opmerkt van dat de audio misschien te hard is of in je standaard, laat het even weten alsjeblieft. Zou heel prettig zijn. Dat zou heel fijn zijn. Maar goed, even kijken. Wij hebben hier het een en ander. Ik zie bijna niks. Kunnen we het mist niet een beetje weghalen op nu? Of hoe zit dat? Ja, ik krijg hier een beetje last van dat het hier is net als bij Pokémon. Het is hier een beetje misty. Ja, hebben wij geen Pokémon met Flash? Hé, hey, Damien, ik heb hem al gevonden. Wat heb jij? De Vidibidi. Wat is dat dan? Een toverstaf. Toverstaf, wow. Oh. Ik heb een spelboek en er zit een token hier. Hé, hey, ja, inderdaad, hier. Of heb je die al gepakt? Ja, ik heb hem. Ik heb bij dat beeld? Ja, ik heb een spelboek. Oh. Doek open. Elemental spells. Oh, elementals. Stop rain, young moon, clear fog. In my mind, my eyes roam free, let this fog no longer be. En dan moet je een soort patroontje tekenen, maar die is uitgevaagd. Dan moet je even meekijken anders met mij. Zie je ja. Hoe deed ik dat ook alweer? Even die toverstaf uit mijn klauwen halen. Ja. Brian is wel wat luider dan rechts, maar met zulke grappen kan je beter... Nee, die beter gewoon muten. Oh, zo. Ik zal Brian ietsje zachter zetten dan. Gewoon just in case. Wie is Kees dan? Ja. Nou, dat is... Ja, nee, wacht even. Hey, heel even, die haat op een zoekgrap kun je beter muten. Zelfs zou ze het ook gewoon doen. Ja. Maar even kijken. Ja, ik zie hem. Comfort is the fog's cow fire. Maar dat is create folk. We moeten clear folk hebben. Maar die is dus... Damien, hou hem eens boven een kaars of zo. Kaars? Ja, maar ik weet niet of dat werkt hoor. Oh, hier zo. Kijk eens, hier. Hou hem eens hier. Of zo, of kun je hem hier wegleggen? Of... Ja, ik ga hem hier wegleggen, maar dat is niet goed, denk ik. Ah, ik heb het ook. Oh, ja, heel goed. Dan zie ik hier trouwens, even FYI, zie ik een grafsteen. Even kijken. Oh, er staat 761 op. Die kunnen wij wel even... Kraken. Oh, hier staat er ook een, Damien. Hier staat... verdomme. Wat kan ik met die toverstaf doen? Nee, dat dief ik hem weg. Oh, Damien, die staf geeft licht. Oké, dit doet even niks. Die staf geeft licht. Ja, pak je boek eens. Ja. Want misschien, wacht, dan leg ik die staf even weg. Oh, moet ik die staf dan niet even hebben? Oh ja, wacht, hier. Oh, geeft licht, ja. Misschien helpt dat. Avada kadaver. Ja, dat zou ik ook wel. Even kijken, ik doe hem open. Oh kut, ik doe hem open. Dan ga ik met die staf. Dat gaat niet. Nee? Nee. Weer een bezemsteel. Ik geloof dat ik deze bezemsteel. Oh. Oh, deze heb Jack-o'-lantern gevonden. Moet je kijken. Kijk hoe grappig. Oh ja, ik zie hem. Ik denk dat daar iets mee is. Hoe kan ik dit bekijken? Oh! Er staat een maan op. Ik denk dat ik een maan moet tekenen. Want hij lag in de fog. En er staat een maan op. Dus ik denk dat we een maan moeten tekenen. En ik kan hier kan je volgens mij... Juist, hier kan je die staf gebruiken. Probeer eens een maantje te tekenen. Een maantje, maar doet dat wat? Een maantje doet... Ja, maar rechtsom maantje, linksom maantje.
Maakt niet uit, er staat hier gewoon een maandje. Dus gewoon een tekenrondje, een kleintje. Oh, kut. Nee, dat is... Nee hoor. Nou, zo bedoel je? Nee, helemaal. Doe eens. Oh, wacht even, hè? Ah, je moet hem helemaal doortrekken. Dat is een wc. Ah, hij pakt dat laatste deel gewoon steeds niet. Maar... Kijk, want ik kan het je laten zien. Kun jij meekijken? Ja, dat is een maandje, ja. Kijk, zie je? Een maandje. Ja. Dus, maar ja. Maar een van die andere... Kut. Mag ik een van die andere spels eens even tekenen? Zoals Rain. Een van die andere keer. Young Moon. Of nee, Full Moon. Wacht even. Oh, ik heb hier nog eentje, Damien. Dit is een bot. Even wachten, hoor. Zo. Wacht, dan kan ik toch op tekenen? En dan zou ik zo... Nee, niet waar. Dan zou ik... Zo. Dit doet wat. Wat? Nu heb ik Full Moon gedaan. Nee, er staat wat op die maan. 84. Ja, wij hebben dat voor nodig. Oh, wacht. Wacht even. Wacht, kom eens met je toverstaf. Wat is er? Misschien kun jij... Leg hem hier eens weg, dan kun je misschien even bijschijnen. Misschien niet de bedoeling. Maar nee, je ziet echt geen kut. Oké. Maar dat is denk ik daarvoor. Even op al die pompoenen staat bijna wat, behalve op deze. Het is een gewone pompoen. Oh, maar wacht eens even. Dit maakt sens. Misschien moet je... Wat zegt die vrouw? Misschien moet je een liedje van Maan zingen. Nee, dat zullen we maar eens even niet doen. Maar ik zie in dat boek zie ik dat Rain bijvoorbeeld een pijl omhoog is en Stoprain is een pijl omlaag. Dat is elke keer spiegelbeeld. Als ik nou die Create Fork andersom doe... Oh, wacht, dat is misschien wel een goeie. Hé, hier staan trouwens ook allemaal tekentjes, Damien. Even tussendoor. Een moment hoor. Kut. Okay. Ja, is niet goed. Pech. Zo. Oh, wacht even. Nee, joh, stomme sukkel dat ik ben. Ik heb lastig dat mijn boek er nu voor zit. Hoppa. Ja. Heb je hem? Ja. Weg met de volk. Kijk, opgefokt. Gefokt. Sorry, nee. Oh, ik weet dit raadsel, denk ik. Zo meteen. Want, kijk, dit zijn allemaal dingetjes, maar al die pompoenetjes hebben er iets op. Ah, ja. Oh, wacht even. The length of her life was fulfilled by an elder with many skinny hands standing lonely on a hill. Steen op de grond ook. Nou, klinkt wel een gezellig gesprek. Shit, dan laat ik me ballen. Ik heb 4 steentjes. Lived for the candy, died for the candy. Hey, hier ligt gewoon een briefje. Nee, het open. Oh! Strange unexplained sighting at the cemetery. Last Tuesday, around midnight, a group of teenagers was spooked by a ghostly figure lurking around the cemetery. The teens were up to mischief when they heard a loud noise coming from one of the tombs. They paid no mind to the horrible sound. They concluded it had to be the sound of the thunder as the dark clouds covered the night sky. Suddenly, candles lit up and thick fog appeared, realizing they were alone, or even a worse possible, not alone, made their hair on the back of their neck stand up straight. Strange shadows stared to... Jezus, waarom is het zo klein? Strange shadows started to dance around them. Frightened, the teens ran straight to the police station to report the bizarre events. The police are still looking for the culprit.
Oké. Nou, dat was hem. Ja. Nou, en god, het begint te regenen. Ja, ik heb het even laten regenen. Vind ik leuk. It's raining. Vaasje. Oh, iets kapot. Lavendel. Cherry Baudet. Ja. Het is Cherry Baudet die daar begraven ligt. Jongens, kijk, we hebben gewonnen, einde spel. Kijk, nee. hier, wat hier nou? 7-6-1, hè? Ja. Maar er staat iets bij onder die steen. Nou, the length of a life was foretold by Elder. Maar dat betekent iets. Wat ik bedoel? Maar ik weet niet wat dat betekent. Nou, ik ben deze even aan het ontrafelen. Maar die doet het niet. Oké, nevermind. The length of a life was foretold by an elder with many skinny hands standing lonely on a hill. Ja, ik denk persoonlijk... Oh, Damien, kijk eens naar die boom. Een elder, oftewel een boom, want grote bomen zijn heel oud. With many skinny hands. Standing lonely on a hill. Ja. Maar... Een fucking boom, oftewel ze heeft er eigen opgeknoopt. The length of a life was foretold by an elder... Oké, maar die boom. Daar dat zie is dus ja, die boom. Ja, 3, 8. Wacht, zeg het eens. 3, 8. Ja, ik zie een 3 en een 8 in die boom, maar dan moet ik nog een... Godver. Oh ja, een 3, een 8 en een... 6? Nee. Blijkt op een 0. Of een 1. Ja, 0 kan ook. 0 of een 1? Ja, nou 1 staat hier op, dus ik denk dat het 0 is dan. Nee. Een 3, een 8. De lengte. Oh, nog een 3 denk ik. Kijk eens. Het lijkt, ja oké, dit is echt duidelijk een 3 en dat is duidelijk een 8, maar... Ja, maar de length of a life, dus dan is ze 38 geworden, dus dan zou je zeggen 0,38. Oh, dat is wel een goeie. Kijk, dat is een goeie, Damien. Ja, ik heb echt al een stuk of 5 gewonnen. Zo. Prestatie. Put everything into the bin. Ja, ik heb een hele hoop shit weggegooid. Hey, token. Wat? Een tokerpie. Tangled flies that couldn't escape foretold the year of his death. Ja, maar dan zou je dus zeggen... Dat klinkt als prullenbak of zo. Ja, maar kijk. Foretold the year of his death. En hier zie ik vliegjes met 1, 3, 2. Dat heb ik nog ingevuld. Dat zou dan goed moeten wezen. Maar dat zien we dan waarschijnlijk pas als we alle 4 hebben gedaan. Lived for the candy, died for the candy. Candy. Oh, hier zie ik candy. Oh. Heb jij een van de boeken hiervoor? Oh. Ik denk dat dat met die jack-o'-lanterns te maken heeft, Damien. Want bijvoorbeeld heb ik hier een heksenmutsje en zo'n soort dingen. Maar ik probeer ook dichter naar te kijken, maar ik zie ook geen fuck. Maar we hebben inderdaad denk ik een boekje nodig. Hey, lavendel. Ja, hey, spinnetje. Oeh, gaaf. Hey, er staat iets op. Ja, vlieg. Oh, Damien, dat is voor die code daar. Hoe crouch je ook alweer? Control. En dan heb je weer die... Nee, maar kijk. 7, 6, 5. Nee, kijk. Er zit hier 1 vliegtje is het eerste. Dus 7 is de eerste plek. 5 zijn 2 vliegen, dus dat is de tweede plek. En 6 zijn 3 vliegen, dus dat is de derde plek. Dus het is, ga eens naar die dingen. Het is 7, 5, en dan 7, 6, 5. 7, 6, 5. Ja! Hé, hey, hoe
gesproken. Nice. Slim mee. What's up, bitch? Nou, dat is 1. Oké, maar dan is deze dus ook niet goed. Even kijken. 7, 6, 1. Oh, wacht even. Ook een fout. Maar dit weer. Dit, hé. Ja, ik kan er echt niet kijken. Ik zie een 3, ik zie een 8 en ik denk nog een 3. Dus ik ga het gewoon proberen. Nou, blijkbaar niet. Ja, maar waarom staat er dan 7, 6, 1 op? Dat vind ik zo gek. Maar hier staat ook een nummer. 3, 8. 3, 8. Hé. 3, 8. Ja, ik dacht nog een 3 te zien, maar dat is niet waar. Want de takken zijn dikker. 3, 8. Maar waarom die 7, 6, 1 daarboven? Ja, ik denk dat dat voor straks is, Damien. Voor een andere code. Ik denk dat we daar nou even niet op moeten focussen. Tenminste, het beste is om daar even niet op te letten misschien. I don't know. Oh, ik ben hier iets aan het doen, mee. Oh, kun je die beschrijven? Kijk, want ik zie een vogeltje. Nou, ik heb een steentje van een veer. Dus vogeltje veer. Oh, Damien. Ik had hier ook nog een plaatje. Dat ik hier opgelegd. Drankje die. Wacht even, hoor. Kaart. Waar is ze? 5 vleermuizen, kaffers. Ja! Lekker. Snoepjes! En een witch hat. Oh! Ligt bij de candy, daar bij de candy. Kijk eens in dat ding, hoeveel zitten erin? Oh ja, 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 ja. Even kijken hoor. Er zitten. Rondjes, swirltjes zitten er 3. Kan je deze mee? Wacht even hoor. Sorry, wacht, nou doe je hem weg. Dan kan ik er niet meer naar kijken. Oh, oh sorry. Kijk, we hebben van die blauwe swirls. Ja, dat zijn er 3. Oké, wacht, zal ik het invoeren? Ja. Oké, wacht even. Streepjes, hoeveel zijn dat er? Streepjes, ik zou zeggen 1. Oké. Dus dan hebben we de volgende is ook streepjes en puntjes. Dus dan hebben we al 1. En dan even kijken hoeveel puntjes. Puntjes 4. Of nee, sorry, 5. Dus dan zijn het er 6. 6. Dan de swirls en 2 van die soort pakjes. Dus 5. In totaal? Ja. Oké, en dan alleen de spekjes? 2. Oké, we zijn ergens de fout ingaan, maar dat doen we het niet. Oh jezus, we hebben nog maar 12 minuten. Jemig. Hey, even kijken. Oh, wacht okay, even. Er is eentje op. Eén swirltje is opgegeten. Oh. Dus bij de swirltjes dus is er eentje bij. Meer. Dus, ja, 6 bij die 5, zeg maar. Juist. Kijk. Haha, lekker Damien. In die heksenhoed trouwens, die erbij lag, daar stond een labeltje met 2... Fuck. Wat? Wat? Nee, ik weet hem. 3. 8. Ah, kut. Ik dacht dat dit hem was. Oké, sorry. Wat zit er in die hoek dan? Kijk hier. Oh, er zijn ook snoepjes te kijken. Zie je? Nummer 2. Staat erbij. Je kunt er niet lezen wat erbij staat. Het nummer 2. Kom nog eens een beetje omhoog. Eén omhoog. Eén ander omhoog. Nee. Wat staat er nou? Ik weet het niet. Het nummer 2. Hoek nummer 2. 2. Since birth he was angry. Later life made him sad. In the end he learned to be happy. Oh! Oh Damien. Ik weet het. Het gaat over de pumpkins. Kijk. Je hebt angry, kijk je hebt angry, sad en smiley. Maar dat zijn allemaal tekentjes. Dus, oh ik snap hem. Kijk, het is een code. Op die angry staat een bot, een gebroken bot. Dus daar moeten we een code van vinden. Daarna is het sad en dat is een hekshoed en dat is nummer 2. Ik heb hier een bot met het nummer 9 erop. Oké, wacht even. Een maand was 84, hè? Welk nummer zei je nou? Nummer 9?
Hoppa! Hey. Wij zijn lekker, joh! Ja, oké, maar nu die lastige nog. Oh, jee, yeah. Maar die 7-6-1, ja, maar... die moet er wel betekenen, of niet? Even the length of her life was foretold. The length of her life. Ja, 38 toch gewoon? Die. The length of her life was foretold by an elder with many skinny hands standing alone on a hill. Ja, maar... Wacht. Ja, ik zie die 3. Ik zie die 8. Ik snap hier echt geen ene noot van. Maar dan staat hier ook dat 6e, dat staat onderstreept. Welke spels had jij nou nog meer? Rain, Stop Rain, Young Moon, Full Moon, Create Fog. Doe eens Stop Rain. Maar ik weet niet of dat wat... Token. Hey, token of gratitude. The length of her life was foretold by an elder with many skinny hands. Ja, maar ja. 3-8. Ja, 3-8. The fuck is die andere? Wacht, dat is een gekke gok hoor, maar... Nou, ik dacht dan dat die 6 daar stond. Dat die 6 erin moest zitten. Dus ik dacht, ja, de helft van 38 misschien. 3-8. Ja. Raar dat... Dat was wat die demon dan is gedaan. Dus die zijn met 3-8 zou je dan zeggen. Lijkt mij wel, maar... Ja, nu ben ik aan het gokken. Dat wil ik ook eigenlijk niet. Damien, mag die toverstaf dus? Ja. Kom maar wel niet meer. Daar heb ik een warm hoofdje. The length of her life was foretold. Ja, ik had nog wel 25.000 keer zeggen. Ik snap dit ook niet. Die fucking brief, wat hebben wij hier aan?
Ik dacht dus, hou hem boven een kaars of zo, man. Met de length of a life. De length staat onderstreept. Ja, daarom. Ja, maar ik dacht dus, het is gewoon 38 of zo. Maar kijk, bijvoorbeeld die 3 zie je duidelijk, die 8 zie je duidelijk. Maar dit is volgens mij oprecht, moet dit de makkelijkste zijn, maar... Ik zal een beetje te tekenen. Oh. Ja, sorry, ik probeer echt even na te denken, maar ik zit echt van, what the fuck? Ik wil ook niet om een hint vragen, maar we hebben nog maar 3 minuten. Maar 3 minuten? Ja, dat is niet normaal hoor. Ja, dan zullen we gewoon om een hint vragen. Wacht. Sorry. Wacht even. Waarschijnlijk is het weer zo makkelijk, maar. Ja, doe maar. Zeker een hint die we al hebben, die we van iets wat we al hebben, of niet? 761, hè? Ja. Hè? Dan moet je meekijken. Wat hebben we hier nou? Au, wat hebben we hier nou aan? Godverdomme. Ik denk dat ik het al snap. Wat? Er staat 8. Kijk, er staat een code. Er staat. Laat hem nog eens zien. Kijk. Er staat. Hier. En dan aan de zijkant. Dus er moet hier nog ergens iets staan. Ik dacht dat het alle onderstreepte dingen waren in de. Op de. Op die tombstone, maar dat was het niet. Het gezeik, joh. Ah, dit is echt kut, man. Ja, ja. Dat is lekker. Nu krijg ik een, hier. Krijg ik een brief. Ja, dat wist ik ook al. Wat? Ja. 3-8. Ja. Nou, nog een keer. Zover waren we ook al. 761 plus 38. Oh, is dat het? 761 nee, plus 38, dus 761 plus 38 is... Ik ben hem al aan het intikken. Ja. Nou, die snap ik niet waarom... Ik snap niet waarom we dat niet hebben geprobeerd. Nee, maar ik snap ook niet waarom dat zo zou moeten. Ja, het is wel een beetje een kut. Oh, een nu kut. Staat hier wat, kijk dan. Er zit een biertje. Even kijken. For unnamed light beneath the ground, their demise holds the key. To escaping forever. Forever being bound. Escape, ja. The one that lived the longest life. The one that left first. En dan degene die daar ligt en degene die daar. Even kijken, eentje ligt naast dat beeld. Mag ik eens kijken? Naast dat beeld met een pompoen. Oké, wacht, die tweede weet ik. Dat is hoed, ja. Oh, wacht even. Dat... Vrouwelijk gezicht. Ja, die vrouwelijke gezicht. Een oorbellen, oké, 2 klopt. Mag ik het papier zo eens zien? Weet je dat zeker? Ja, ja. Kijk, hoed. Vrouwelijk gezicht. Oorbellen. Oh, ja. Wacht even, nee. Ja, kijk, oorbelletjes. Ja, maar dat hoort niet die te wezen, dat hoort die daarnaast te wezen.
Ja, laat hem eens zien, papier. Kijk. Wacht even. Ja, je staat net... Oh, ja, ja. Ja, maar dit is de pompoen. En die draait zich naar de tweede. Nee, maar die kijk, nee. Dat is aan de overkant. Kijk, want degene links onderin zie je dat beeld staan op de foto. Dat is die vrouw met die boom. Ja, maar ik ben deze, die rechts onderin die tekening. Maar dat is niet die vrouw. Nee, maar het zijn twee vrouwen, hè, Damien. Ja, maar dan, jij doet dat met dat hoedje. Dat is toch niet... Ja, deze doe ik, hier. Ja, maar dat zeg ik, dat is niet die. Hè? Daar loopt dat veldje toch naartoe? Nee. Kijk, je moet even kijken, ik sta nu met mijn rug naar dat beeld. Kijk, dus ik sta in principe hier nu. Zie je dat? Ik sta nu hier. Oh, ja, juist. Ja. Sorry, ja, snap hem. Dus dat vrouwtje hoedje, dat moet deze wezen. Oorbelletjes, hè? Ja. Ja. Kijk. En die andere, dat moet... Laat eens kijken. Hé, zeg ik dat nou goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Dat zeg ik niet goed. Dat moet dan... Dat is dat beeld, dit is een ander beeld, dus ik moet... Deze hebben, dus dat is vrouwtje brilletje. Nou, die moet het haar. En doe nog zo'n hoofd. Wat voor haar is hij? Zo haar. Ja. Bloemetje. En dan bloemetje brilletje. Een brilletje, kijk. Juist. Hij staat al goed. Oké, okay. Maar dan misschien heb jij dan toch uw lijk gehad. Dan klopt deze nog steeds wel. Ja. Dan die andere twee nog. Welke zei je nou welke als eerste moest zijn? De meest rechtse, hier zo dus, moet wezen the one that lived the longest life. Ik denk... Ik denk deze. Deze is 765 geworden. Oké, okay, wat heeft hij op dan? Hoedje? Een hoedje. Een... zo'n kakkerskapsel. Ja, en een stropdas. Oké, okay, en die andere, dat is dan. Dat is deze vent, die heeft dit haar. Die heeft een strikkie en geen pet. Nee. Zo te zien hebben wij het door elkaar gehad. Hé, ga eens aan de kant. Wat is dit? Oh, wacht even. En ik al... Nee, kut. Huh? Oh, wacht, hij heeft zijn lokje naar. Yes. Klopt, en die andere vent? Nee, wacht even, dat was een vrouw, hè? Wacht even. Zei je dat? Oorbellen. Maar dat klopt dan, toch? Oh, we hebben van haar het verkeerde kapsel, van dat vrouwke. Is dat goed nu? Ja, dat is goed nu, ja. Nee, de origineel hadden we. En oorbellen en zijn hoedje. Is het wel het juiste hoedje? We hebben geen snor. Is het nog even een snor? Nee, het is wel dat kapsel. We houden die zo op elkaar, hoor. Hey. Is het, ja, maar dan is het waarschijnlijk met de longest life. Dus moeten deze omgedraaid worden even. Oké, okay, welke moest omgedraaid worden? Die... Deze, die twee mannetjes. Oh ja. Die heeft geen pet en een strikje. Kakkerskapsel, hooghoedje. En een sleutel. Ja hoor, dat ja, is goed. Hoppa. Sleutel. Nou, dat is voor de dinges. Nou, dan zijn we klaar vooruit, godnommetje. Ja, nou ja. Nou, hij ging op zich best wel nice. Hij ging in het begin echt heel goed. Ik snap die boom niet. Die boom vond ik zulke bullshit. Ik denk alleen dat wij er ook niet over na hebben gedacht om het op te tellen. Dat vind ik gek. Ja, nou ja. Vind ik jammer. Fijn. Hey ho, ik wil niet naar de Cats in Time. Dat is helemaal niet engig. Dat moeten we niet gaan doen nu. Nee. Wat is eng? Hebben ze een basisschool of zo? Dat vond ik best eng vroeger. Nee. Het is helemaal dit... Ah nee, het is niet eng. Dit is bijna zo vrolijk dat het eng wordt. Welke levels hebben we nog meer, Damien? Nou,
maar. Dat zal ik u eens even vertellen. We hebben de space levels nog. Ja. Oh. Mansion. Mansion kun je eng vinden als je Tomb Raider verspeelt vroeger. Omega Corporation. Die is voor kerst. Kerst. First DLC. Nou, die hebben we niet. Ja, Ja, dat denk ik. De Mansion, denk ik. De Mansion, ja. De Mansion. De Master. Ik zie elke keer een paar haartjes in mijn gezicht. Oké. Okay. Het zijn allemaal kleine haartjes. Het komt, ik ben elke keer die pruik aan het verzetten, omdat ik die knelt al op mijn kop. Ik krijg een beetje koppijn ervan. Lastig. Goed. Wie mooi wil zijn. Ja, dat is waar. Wie mooi wil zijn, moet de pruik opzetten. Ja, ik moet zeggen, ik vond hem heel leuk, het level. Maar ik vond dat, en we gingen echt heel goed, maar ik vond dat laatste stukje zulke bullshit. Wat lastig, ja. 15 minuten hiervoor. Damien, ik... ja, maar dat zijn die andere levels, weet je, waar je er veel van hebt. Ja, ik tief gelijk al die schilderijen ja, er wel. Ja, maar dit zat achter de schilderij. Kluisie. Nou, ik zit meer van, staat er niet iets op die schilderij, maar dat was het niet. Een klasie. Oh, hey Damien, hier is een tekening. Met dingetjes. Ik heb hem nou goed. Er zit Kijk, een tekening. Maar ik moet het draaien zoals ik hem wil. Draaien is. Ja, zo'n klokje. Een klokje. Ja, maar dan hebben we hier niks aan. Dus moet een code. Oh, hier zijn die klokjes, kijk eens. Oh, ik kan hem gewoon omdraaien. 1. Die moet in het midden staan. Dat is echt wel goed. Oh, ik zie hem al. 1 moet zo staan. 1. 2, 3. Dus. Klokjes ben je aan. Oh, je het ook. 1. 2. 3. Hey. Nou, hoppa. Krant. Een krant in. Want de knipsel of iets. Dr. Edgewood's Intellect Assessment. Find the odd one out. Jummig. Wat zei je, Lassie? Find the odd one out. Hey. Oh, koffiemokkie afdruk staat erop. Ja. Even kijken. Find the odd one out, ja, wat hoort er niet bij? Tijger, slang, hond, schaap. Tijger? Wat zijn nou? Tijger, hond, slang, schaap. Ja. Schaap, want de rest zijn roofdieren. Ja, dus dan zou dat zou 1, 4 zijn. 1, 2, 4, 8, 16. En dan? Hè? 1, 2, 4, 8, 16. Terwijl 16 2 keer 16 is, 32. Toch? Ja. Ja, dus dat is C. Dus 4C. Which cube matches die ontvolden? Even kijken hoor, dat is... Ik heb trouwens een sleutel gevonden. Wacht hoor, ik moet even denken. Zo, bovenkant die. Oeh, zit ik helemaal mijn... Eet open. Ja, dat ik. Bovenkant is die. Ja, dus dan hebben we 4C4. 4C4 moeten we ergens opschrijven. 4C4. Kan je dat daar doen? Ja, maar wacht, wat zei je nou? 4C4? 4C4. Weet je zeker dat het geen 2 is? Ja, het is antwoord 3. Dus dan is het misschien 4-3-4. Mag je eens kijken? Oh kut, ik laat hem vallen. Nee, ik heb hem. Oh, ja, hier, kijk. Oh. Kijk. Wacht even hoor, dan moet ik even omdraaien, want anders kan ik hem niet zien. Je hebt Fight the Old One Out, nou schaap, 4. Nou, 1, 2, 4, 8. Nou, van 4 naar 8, van 8 naar 16, van 16 naar 32 zou je dan zeggen. Toch? Wacht even hoor. Want de 1 en de 4 staan
dik gedrukt. Nee, kijk, ga eens weg met je muis. 2 keer 1 is 2, 2 keer 2 is 4, 4 keer 8, 4 keer 4, of sorry, nee. 2 keer 4 is 8, 2 keer 8 is 16, 2 keer 16 is 32. Dus nou, dat is dan C, dat kan niet anders. Ja, dat lijkt mij ook, maar... En dan die kubus, dat kan ook niet anders dan dat dat 4 is. Dat kan niet anders. Als je hem fout. Oh, sorry, ik zie allemaal berichtjes van Jennifer. The Odd One Out kijk ik altijd op YouTube. Nou, ja, dat stond The Odd One. Ja, kijk hier zo. Find The Odd One Out. Jij dacht natuurlijk dat het een hint zou zijn. Nee, ja, ik denk, ze zegt wat dat ik gemist, maar dat valt op zich wel mee. maar ja, dan zou ik zeggen 4C. 4. Bedankt, lieve. 4C4. Ja, ik zit nou even met die ene in mijn maag. Oh, sorry, ja, wacht, ik geef hem maar even aan jou. Kijk wel even verder. Als je trouwens ergens een sleutel van hebt, ik heb sleutel gevonden. Oh, oké. Wacht. Maar dat klopt. Maar dat klopt het toch niet, Damien? Wil je zeggen met 4? Niet. Want als jij 3 pakt. Ik denk dat het 3 of 2 is, want. Heb jij sleutel trouwens, zei jij? Ja. Hoe mag die ze hebben? Dus 3. Wat 3 wat? Volgens mij is het 3 met die puzzel. Wat 3 wat? Met die puzzel, die vouwpuzzel. Nee. Dames en heren, poepie in beeld. Nee. Hij gaat nu voor me leren. Zit jij niet zo van baasje? Zo interessant is mijn commentaar niet, zegt Jennifer. Kijk, hier maak ik die dingen af. Ik vind het wel leuk altijd. 2-4 Poekie. Ja, maar die zit heel erg in mijn gezicht, maar... Theepot. Zag je die? Nee. Ik gooide perfect in het bakkie. Oh, ik had het in het bakkie. Oh, je toe. Poekie zit echt recht voor me. En waarom doe ik katten dat altijd? Kan je in de stream ook heel goed zien, volgens mij. Ja. Oos. Hij is alles kapot aan het smijten. Ik heb hier ook een hoofd, hè? Met een soort code erop. Wat heb je? Ja, een hoofd. Daar kan ik een code op invoeren. Oh. Er staat Phrenology op. Ja, hey, wacht even. Ja, hij dacht dat ik kapot moest gooien. Hé, hey, dat is wel hoe vaak ik denk, oh, dit kan kapot. En dan werkt het. Vind ik nog best wel leuk. Damien, dat hoofd is voor dit slot. Yep. Hij staat op IQ. En het is natuurlijk een hoofd. Ja, oh, hier heb ik een pet. Pet in de kast en er staat een token in en ja dat dus. Maar, nou. Ja, maar ja, IQ. Maar wat moeten we met dat kopie? Want er moet ook een code voor ingevoerd worden. Heb jij hier aan gezeten aan haar codeslot? Nee. Doe eens 4, 3, 2, 4. 4 op de kopie. Ja. Nee, ik kan niet, want ik kan niet twee keer dezelfde dingen indrukken.
alles uit elkaar. Heb jij die vaas kapot gegooid met die bloem erin? Ja. Oké, dat is goed. En ik dacht misschien is de hint. Hey Damien. Is dit kussen? Kut kussen. Token. Staat hier wat op de achterkant? Nee. Hey, ik weet waar dit schilderij mag. In de vuilnisbak. Jezus, wat hebben wij vanavond, joh? Ja, dan word ik ook even heel erg afgeleid, hoor. Hey Damien, ik denk dat deze code niet voor... intellect test. Die is voor jouw dingen, man. Voor dat schedeltje, volgens mij. Wat dan? Wat moet ik daarin voeren dan? Kijk, want het staat intellect test. Dus het lijkt me loos dat je op de hoofd moet tikken. Ja, maar ik heb daar geen C. Wat is het? 2. 2, 3. Doe eens 2, 3. Ja, dan in jouw geval 4. Nee, 3, 4. Ja. Nee, dat gaat niet. Heb jij één zo'n rood boek weggehaald? Shit. Welke rode boek heb jij? Ik heb er hier, wacht. Hier. Ik gooi ze hier weg. Staat erop. Even kijken. 1. Ik had trouwens een fout gemaakt in die poster, Damien. Het is niet 4, het is 2. Want ik dacht het zijn roofdieren, maar dat is niet. Het zijn allemaal, ze hebben 1, 3 en 4 hebben 4 poten. En 2 is een slang, die heeft geen poten. Dus het is 2. 2 C shit. 2 C 4. Ja, die boeken hadden wij nooit moeten verplaatsen, want hier staat een codeslot met boeken en die kun ja. Ah shit. Oh wacht, laat ze zien. Nee, kijk, je kunt op de zijkant kijken. Ja, weet ik, maar in welke volgorde moet dat nou dan? 1 is 4, denk ik, als ik zo kijk. 1 is 4. 3 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plek nummer 2 is 4. En plek nummer 4 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, ook 7. Ja! Als je hem open deed, dan stonden er kleine boekjes in. Oké. Okay. Hier heb ik... Wat zijn dit, joh? Oh! Geeft die andere eens? Don't forget the goat this time, staat die trouwens ook op. Op de achterkant, shit. Kijk, want ik heb die andere 2. Kijk, want die ene is een... Strikkie. Roacher test. Nobody will find my safe. Dat is die guy. Don't forget the code this time. Dat is die vrouw dan. Dan moet die ene dat kind zijn. En er staat een stoel. Ik heb niet helemaal wat je bedoelt. Nou kijk. Er staat. Kijk. Op die ene test. Test nummer 1. Don't forget the code this time. Ja. Dan is nummer 2. Staat. Wordt hij weer van mij safe. Ja. Dus ik denk. Achter het portret van die man. Zat hij safe. Dan heb je die vrouw met don't forget your coat this time.
En er stond hier een foto van die man en die vrouw. Ik ben nu echt aan het zomaar wat aan het doen, hè. Ik ben nu echt aan het gokken op dit punt, hè. Ik zit ook met dat kopje, wat moet daar nou mee toch? Ja, dat fikt mij ook heel de tijd. We hebben nog een minuut ook, deze gaan we ook niet halen, maar... Ja, we gaan niet zo goed als normaal vandaag. Nee. Wat moet ik hier nou mee doen, joh? Ja, is afgelopen. Oké, okay, Kijk maar die papiertjes is. Of tenminste, als je niet weet. Nee, tuurlijk, hier. Wacht even. Ik leg ze hier weg. Ik had hier nog wat gevonden. Misschien heb je hier wat aan. Ja, dat is die code die we al gefixt hebben. Oh ja, natuurlijk. Maar ik snap dit niet. Want achter die vrouw der schilderij zat niks, maar bij die vent wel. Maar je hebt ook die fotolijstjes hier. Hier zo. Die snap ik niet. Mag ik die schedel nog eens zien? Dat hoofd? Ja hoor. Dank u. Blijkbaar wou Gienes al zo'n sticker doen van ons laten schrikken, maar op een of andere manier zijn mijn stickers uitgeschakeld. Nice! Ha, kutje aan het. Stoel er iets mee te maken had. Maar wat zijn deze tekentjes ook? Wat zijn deze... Ja, ik denk dat... Ja, is dat niet... Dat ze net als bij een dokter, weet je wel. Dat ze zeggen van, wat haal jij hier uit? Ja. Maar... Een IQ? IQ? Ja, IQ. Ja, maar die hebben we ook nog. Er zit een vervelende toestand. Q2. Maar dan zou jij zeggen. Slang hoort er niet tussen. Dan zou het zijn 2. 2. 3. Maar het is toch echt 4 van die kubussen? Het is toch echt gewoon 4? Dat kan toch niet anders? Hoe kom jij op 4? Want dat je hebt zeg maar dat stukje zo. Alleen dat onderste stukje, dat komt niet gelijk. Kijk eens. Nou, bij 4 aan de. Dat, je ziet die 3 stukjes bij 4. Dat rechts, zie je mijn pijltje? Ja, maar het is maar net hoe je het fout bedenk ik me nu net. Want dit kan je als onderkant zien, maar je kan ook deze als onderkant zien.
van een varen gaat hij naar binnen vouwen. Ja, maar deze kan toch nooit naast deze staan? Want je vouwt hem zo, dus dit is altijd de achterkant van dit. Oh, wacht even. Maar dan is het dus... Want deze is de enige waar dat niet als achterkant te zien is. Dus als je hem vouwt, zijn deze twee... Deze twee kunnen naast elkaar eindigen, want je vouwt deze naar binnen. Dan vouw je die andere dicht, dus dan is het 2. Dus dat is 2 C2. Ja, maar hoe is het... Ja, maar dat kan toch ook niet? Hè? Nog een keertje. Maar dat kan toch ja, ook niet? Ja, maar kijk. Ja, maar kijk. Vanaf waar vouwt hij nou naar binnen? Wat is nou de onderkant? Hoe kunnen we dat weten? Nou, ik denk als je de rest gaat vergelijken, kijk, want bij 2, je hebt die roosjes hier. Ja. Die zitten hiervoor. Dan heb je dat marmeren stukje. Die zit ernaast, dat kan. Want stel je voor, je vouwt deze naar voren. Dan vouw je de rest eromheen. Ja, maar dan zou er een marmeren stukje omhoog moeten zitten. Op de bovenkant. Dus dan zou je zeggen 4. Nee, want kijk. Dit dingetje, deze. Die zit hierboven. Ja, maar hoe weet dat je betekent... dat de bovenkant is? Nou, als ik het gewoon ga uitrekenen met hoe die vouwt. Dus als dit de bovenkant is, dit stukje is de bovenkant. Dan heb je dit als een zijkant. Maar dan vouwt deze, vouw je ook dicht. Dus dan moet deze 2 stukken verder zitten. Dus dat kan ook niet. Nee, je hebt gelijk. Hè? Alle mensen. 1 kan ook niet. Want dan moet deze... kan nooit naast deze zitten. Oké, 2 en 1 kunnen al niet. 3. Kan ook niet. Nou. 4. Nou. Maar ja, oké. 2, 3, 4. Mag ik dat hoofd eens? Tuurlijk. Nee, op zomaar. Nee, ik wist niet hoe ik hem moest resetten. Oh, gewoon nog een keer opdrukken. Oh. Ja, ik snap er geen drol meer van, man. Echt niet. Nee, ik ook niet, man. Ik druk zo'n hint in. Wat wil je nou aan? Wat was de hint? Wat was de hint, Damien? Ik wacht hoor. Ja, dit. Kijk. Kut. Kijk. Papiertje plat bekijken. Maar dat probeer ik dus nu net te doen. Maar dan kom ik ook nergens echt op. Kijk, want als je dat doet... Kut. Vanaf welke kant? 8. 0. Oh. Ja, 8-0 wat? Nee, maar kijk, alle 3 de papiertjes zijn in volgorde. Oh, wacht even, ja. Dus dan heb je 3. 8-0, zou ik dan zeggen. Want volgens mij moest die vader... Oh, op die boeken, weet je nog? Die, dat was ergens waar die vader op 1 stond. Die moeder stond op 2 en die dochter op 3 volgens mij, weet je nog? Ja, dat weet ik echt niet.
Oh, geef die. Wacht, pak eens een briefje erbij. Ja. Welke. Wat staat erop? Als in? De tekst die erop staat. Ja, nobody will find my safe. En welk briefje is dat? 2. Briefje 2, hè? Welk nummer is dat? Ja, ik denk 8. En de eerste? Don't forget the code this time. Dat is denk ik een 3. Ja, ik weet ook niet wat het is. What the fuck? En die andere, laat die andere, die laatste eens zien. Ja. Nou, 0, zou je zeggen, zo. En dan staat er niks op de achterkant. Maar dat is toch dezelfde als die ene die je net liet zien? Nee. Dat is er weer een andere. Dus 1, dus 2. Dori. Hallo! Oh, weet jij het? Zo'n 5. Mag ik de papiertjes even bekijken? Ja, ik heb wel op een hint ge... Huh? Wat hebben we hier nou aan? Ja, ik hoor jou elke keer over die vent. En dan heb je wel iets goeds mee, maar ik weet nog steeds niet wat... Ja, het is die volgorde van de papiertjes. Dus hier, die vent bedoelen ze dus met nobody will find my safe. Dus kijk, die vent belt ze naar beneden en dan de codes. Dus de volgorde van de briefjes bepaalt de code, oftewel wat we al wisten. Mag ik die papiertjes eens? Ja. Oh, dat is een lamp, wacht even. Toestand, man. Ja, tussen eeuw even mijn beul horen. Zijn wij nou zo'n keer jolstisch of... Waarom gaat het zo kut in één keer, joh? Ja, het is ook weer ver vorige keer hadden we ook Siemen. Ja, oké, maar Asher in. Maar het, op zich, de vorige keer ging... Ja, maar de laatste paar keer gaat het altijd best wel goed. We zijn ook gewoon vaak voor... Net als die Egyptian level ging ook gewoon goed. Ja. Oké, dat is 1. Je krijgt nog een hint, maar dat zegt me nog niks. Je hoort ik heb jouw kant. Ik ben echt helemaal van mijn apropos, ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. Wacht even, Damien. Nee. Hoppa! Wat heb je nou gedaan? Kijk, wacht. Pak die briefjes eens. De tijd staat toch al voorbij. Ja, moet je kijken. Pak die briefjes eens. Briefjes, oh. Ja. Kijk, is het een spiegelbeeld? Tegen elkaar aan. 2. Kijk, zie je? Dit is een 5. Een spiegelbeeld tegen elkaar aan. Zie je? Volg mijn muisjes. Ja. Oh! 5. Pak die andere eens. 2. 9. Dat was hem. Ja, jemig. Wat een ellende, man. Dit vind ik echt lastig. Wat een gekut. Ja, ik zat er heel veel al naar te kijken. Wat de fuck heeft er ineens met die... Op een gegeven moment liet je hem zien. Dan dacht ik... Ah, het is de fucking forum. Alle mensen.
Wat zit erin? Ketting. Ja, en ik heb hier nog iets. Maar dit zeg maar weer, even kijken hoor. Patience assessment. Het heeft iets met het hoofd te maken, maar... Ja, inderdaad. Maar dan moeten we er moet een soort van code in staan als we... Ja, dat kettingje is gewoon hem en zijn vrouw met love erop. Oh, is het nu niet zo snel, joh. Bremsom. Ja. Als je nou zo bekijkt, ondersteboven. Ja. Het is een dik beeld. Ja. grote kwarktassen zijn dit. Ja, daarom. Kijk, zie je? Love, die foto heeft gewoon als ze dan lijkt het van. Zie hem kijken, die vent, zo schijnheilig. Zie hem kijken. Ja, die vrouw is hartstikke vrolijk. Hij is schijnheilig kijken. Ga helemaal niet om die vrouw. Ga gewoon om dik pillen. Nou. Oké. Okay. Ik weet wat het is, het is gewoon een viezerik. Ja, einde mysterie. Nee. Het is gewoon een vuurpoes, dat is het. Een wat? Een vuurpoes. Jezus, godverdamme. Hey, deze vaas is al naar de kloten, moet je kijken. Ja, dat heb ik gedaan. Hoe de fuck heb je dat gedaan? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Maar, oké. Heb jij nog gooi zo'n rood boekje neer. Die heb ik waarschijnlijk toch niet meer nodig. Maar... Ja, denk ik ook niet, maar... Vivan, we hebben een boekje nodig. Een boekje? Een boekje over iets van mentale toestanden. Dan kunnen wij wel een boekje over openen. Kunnen wij een boekje over openen, ja. Kijk ons nou eens zitten. Ja, dat is ook leuk. Met die pakjes en die ellende. Ja, maar lach wel je, ik heb wel leuke oortjes. Ja, en ik kan wel een beetje fantaseren van als mijn haren gegroeid is, hoe het dan voelt. Lang en benauwd. Nee, ik vind het lekker warm zo. Behalve in de zomer straks, dat is gewoon een ellende. Weet je wat ik ga doen? Wacht, geef me even 2 seconden, ik ben zo terug. Want de tijd is toch om, dan kan ik nadenken, maar ik ga even iets belangrijks doen. Oké. Ik ga gewoon weg. Geef dan de raad, kijk eens, staat hij op. Oh ja, wat belangrijk is, die neemt zijn glas en zijn bier mee. En zijn flesje bier mee, ja. Maar, ja, dat is belangrijk, hè. Ja, dat is ook wel zo. De bast. Nee. Die Halloween-pubel gaat zo verdomd goed. Token found? Oh, zonder dat ik het door had. Beste mensen, ik word niet goed. Ik snap het niet. Ja, Stinkhints. Ja, zie. Ja, maar dat wisten we ook al. Dat plaatje van dat IQ, dat is dat. Maar een plaatje van IQ heeft deze bas natuurlijk in zijn handen. Ja, zie je bier, kijk, daar loopt hij weer. En gewoon een bus Pringles. Alle mensen toch. Ja, maar gaat u weg. En we beginnen niet met lachen. Iedereen denkt alleen maar aan billenbrouwen. Ja, veel mensen wel. Ja, even die buik omhoog tillen. Ja, even zijn broekje. Met die chocoladevlek erop. Hallo Jalmaak, je weet dat ik jou gewoon kan horen, hè? Nee, je kan mij helemaal niet horen. Ja, misschien ben jij Jennifer, maar... Met die plus Pringles, wat gaat hij doen? Bier halen. Ja, ik ga even wat belangrijks doen. Dan zie ik hem weglopen met zijn glas. Ja, het is toch wel maar even, nou zeg jij wel wat, maar kijk eens wat voor biertje ik heb.
Ja, wacht, ik zal het logo weghalen, want anders sponsoring. Zeus. Zeus. Ja, ik probeer Zeus even... Zwart. Ja. Nou, ik weet niet wat die is, maar... Ja, het is van Zeeuwse Brouw. Dat is, even kijken, dit is een brouwerij uit 2022. Die wordt gemaakt in Renesse. Renesse zelfs? Ja, dat is een lokaal brouwerijtje. Ja, het wordt verkocht in Renesse. Maar voor, als het goed is, ik zat hier een heel stuk over te lezen hoor. Maar nee, maar volgens mij... is het, we gaan het toch niet over bier hebben nou? Ah ja, ja, kut. Ja, we hebben de tijd. Hey! Ja, Damien, jij zei... Je hebt papiertje in vandaag wat ik moet hebben. Waar ik even naar wil kijken. Dus daar zit ik eigenlijk even op te wachten. Ja, dat papiertje, ja, dat wil ik even weten. Dat wil ik even kijken. ik vond die reactie weer ook zo schitterend. Ik zei, ik heel droog, ja, ik ga even iets belangrijks doen. Ja, echt zo van, oh, wat is er? Echt zo'n bezorgd gezicht. En ik sta op, zie jouw kop, toen ik dat glas pakte. Hoor ik zo mooi toen ik naar buiten liep. Ja, ga er op peren. Ja. Ja, ik vond die best wel belangrijk, eerlijk gezegd. Ik ga hem eens proeven. Zo, is echt donker bier. Nou snap ik dat hij zo zwart heet. Krijg een beetje koffie achter. Goed. Zo. Oh. What the fuck? Ja, maar... Zoet? Die heb ik niet verwacht. Ah. Smaakt naar de Zeeuwse kust. Zeeuwse kust? Nee, het smaakt echt naar, oprecht naar zout drop. Nee, slecht bezig. Echt slecht bezig. Die twee. Je weet dat het echt kut gaat als we maar gewoon bier gaan halen. Wat was het nou? Nou ja, ik weet nou, ik heb zitten gokken, ik weet nou welke van die kubussen goed waren. Die kubussen? Ja, oh, welke was het nou? Ja, drie. Drie? Ja, ik heb... Nou ik snap er echt de touwtering niet meer van, het zal wel. Ja, hij is open, wat zit erin? Een boek. Zee. Kaas. Psychologie, oh nee. Ja nee, gooi weg, godverdomme. Psychologie. Waarom krijgen wij die nou weer? Names of personality traits. Oh, wacht even. Waar is die brief? Dan, als jij je schedel intikt, doe ik die brief wel voorlezen. Ja, die boek bedoel je. Nee, ik bedoel die vent, weet je wel. Over die vent zaten ze te vertellen. Ja. Oké, wacht. Dan heb ik dat ding voor me. Ja, hoe kan ik dit ook alweer... Binnen. Dat staat bovenin. Dan zie je zo'n speldje. Ja, ik zat al te zoeken inderdaad. Nee, kut ding. Ga open. Oké. Van het boek van die mafkees. Oké. Melody of Language staat op 1. En dat is, even kijken, Melody of a Language, oh, Musical Talent, dus 6. 6. Love of Nurturing, dat is, vijf. Vijf? Er staat lack of benevolence. Benevolence. Benevolence, sorry. 8. 8. 9. Ja. Dan hoort hij het zeg maar al te doen. Doe nog eens keer 9. Of kan er maar één keer? Nee, kan maar één keer. Hè? Maar dan staat hier... Oh, ik word hier zo niet goed van, hè? Nee, maar dat is raar, want er staat 9 is zowel... combative als...
destructive. Hé? Dit vind ik heel raar. Wil jij er eens gaan kijken, Damien? Ja, maar ik denk dat we dat boek er ook bij moeten houden. Wacht. Hier, wacht. Ja, maar ik heb die naast elkaar natuurlijk. Maar hier, wacht even. Even dat boek ompinnen. Nee. Hier. Kijk daar, er is na. Dan pak ik, toets ik de hoofdveld in. Ik ben helemaal niet meer in staat om. Ja, ik snap echt geen zak. Moet je nagaan, moet je nou nog 4 level, nog 3 level of zo? Ja, maar ik weet niet of ik dit nog wil doen, maar daarna. Ik ben helemaal gaar. Ik wil eigenlijk voor de grap nog 1 level proberen, maar. Even kijken hoor, self-esteem, hopefulness. Die moet ik. Waar is dit ding? Nee. Oké, the patients embodies a strong understanding of melody and language, unfortunately, dat is bij mij. Oké, dus inderdaad, melody. Dus 6. Ja. Moet je even alles untikken? Even 6. Had ik gedaan, 6. Drie. Hey! Joep erop, joh. Schrik me dood. Wat doe je? Ah, die springt ineens achter me. Vijf. Ja, dan 9 denk ik. Maar wat bedoelen ze daar nou mee? A lack of benevolence. Wacht, kan ik even mee? 8. Ik moet even 8 intikken. 8. En doe dan eens 9. Een kutpuzzel, zeg. Oh, wat heb je gedaan? Ik haalde 8 weg en toen deed hij het in één keer. Ja, dat zou kunnen, lek op benevolence. Maar oké, okay, wat heb je nu dan? Niks. Oh, wacht, sleutel, sorry. Oh, de deur. Hup, open die deur, wegwezen en opdrukken. Ja, op dieven, gauw. Oh. Hey, een Brian Checker. Nee. Volgens de helft van de mensen, driekwart van de mensen die niet weten hoe ze Brian moeten spellen. Brian. Maar dat was maar 1 level. Nee, ja, ik klik hem weg. Oh. Ja, maar ja, alle mensen, ik ben zo ga. Ik denk dat ik heb koolpijn. Ja, ik ook. En dat had ik al omdat ik die bruik op had. Ja, ik ook met mijn strakke stitchmutsje. Ja. Maar even. Alle mensen. Ik vond die Halloween heel goed gaan, totdat met die kutboom. Toen ging het hard, dat was lastig. Ja, toen ging het bergafwaarts. Ja. Ja, die comment van Jennifer, niet iedereen denkt alleen maar aan billen draaien. Ja, sorry. Hey, kan ik wat aan doen? Damien dacht dat die te waren. Ik heb diepje. Goed. Ja, beste mensen. Dames, heren, personen. Laten we maar gewoon een punt achter zetten, want veel verder komen we toch ook niet. Denk ik. Nee, echt. Ik ben zo echt. Ik. Hierna gaan we gewoon een beetje slap hoeren, denk ik. En, ja. Ja, even mijn mutsje al van. Ik wil nog wel één ding laten zien. Op de aan de mensen? Oh ja.
ja, aan maar de mensen. Wel, kijk. Chocopip. Oh, nu zegt Chocopip wel wat. En hey, deed het niks zeggen over onze uitstraling of wat dan ook. Nee, ja, ik kan niet eens vaarwel zeggen. Een kutwijf, nee. Ja. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. De staartje. Staartje. Ik zit gewoon even te twerken hier. Ja, ik zit gewoon even met mijn billen te schudden. Maar, ja, dat is voor de views. Oh, de schoonouders waren hier. Schoonouders? Kom er weer. Bertje, Betty. Peter Griffin. Ja, in ieder geval, het was meer moes genoeg. Het ging niet heel lekker vanavond. Maar, het ging goed, totdat het kutboom kwam en daarna dan waren we echt op. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vond het wel heel leuk. Ja, dat wel. En ik heb nu ook ervaren hoe het is om lang haar te hebben. En ik ga het nog gewoon lekker door laten groeien. En ik heb nu ervaren hoe het is om Stitch te zijn. Dus ja. Ook een aanrader. Paal. Nou, beste mensen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt weer. Dag hoor. Dag. Doei.